Het contract van de middenvelder loopt komende zomer af en de club blijft optimistisch dat ze zijn verbintenis kunnen verlengen. Toch zag zijn positie er voor aanvang van dit seizoen minder florissant uit. Het was een eerlijk gesprek, vertelt Wilshere in gesprek met Engelse media. Het was al een tijdje aan het borrelen, iedereen wist dat ik nog een contract voor een jaar had, was uitgeleend, geblesseerd was geraakt en niet echt in zijn plannen voorkwam. Hij zei, op dit moment zullen we je geen contract aanbieden, dus als je ergens anders een contract kunt krijgen, kun je gaan. Natuurlijk was ik niet blij met wat de manager had geahd, maar tegelijkertijd wist een deel van mij dit al. Alles wat ik nodig had was enige duidelijkheid over wat mijn positie bij de club was, hoe voelde ik me daarna, het zette me aan het denken. Hij had gezegd dat ik voor mijn positie kon vechten en als ik goed presteerde in de Carabao Cup en Europa League, dan zou ik een kans maken. De transfermarkt was nog 3 of 4 weken over, maar ik vond niets wat ik wilde en tegelijkertijd was ik niet echt fit. Dus besloot ik mijn conditie op te bouwen. Ik heb altijd vertrouwen gehad dat ik terug kon komen op het middenveld en mijn plaats kon behouden als ik fit was. Wilshere knokte zich terug in het elftal en speelde dit seizoen tot dusver 33 wedstrijden, waarin hij 2 keer trefzeker was en 5 assists gaf. Ook keerde hij terug in de nationale ploeg van Engeland voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Nederland en Italië.